S'nachts. Hey, wat goed. S'nachts. Ja, het is een hele verandering, maar nu door de lockdown geef ik nu thuisles aan kinderen. Want ik liep altijd 2 dagen in de week stage. Ik loop stage bij de kleuters. En op mijn stageschool geven ze geen online onderwijs aan de kleuters. Dus er was eigenlijk weinig te doen voor mij. Dus ben ik eigenlijk gevraagd door Elise om thuisonderwijs te geven aan haar 2 kinderen. Nou, ik vond het echt een pittige combinatie dat je en moeder bent van 2 kinderen, schoolgaande kinderen, die je dus thuis les moet gaan geven, die je ook netjes wil verzorgen en ondertussen wilt werken en ik ben zwanger. Dus ja, dat was gewoon een pittige tijd en het was fijn dat Amber wilde helpen. En wat vind je ervan dat juf Amber er nu is en dat je moeder geen les meer geeft? Leuk. Want ging dat niet goed met je ouders lessen volgen? Nee. En waarom niet? Want dan is mijn papa en mama streng. Dan zit ze veel meer naast mijn broertje, omdat hij ook iets meer hulp nodig heeft. Wie is er beter in lesgeven? Ja, Amber natuurlijk. Want zij studeert ervoor en ze is gewoon echt een kanjer. 5, 6, 7, 8, 9, 10.